Ideaal vervuld. Kamperen in het buitenland. Weliswaar staan de tentjes aan de dijk bij Zaltbommel. Maar Zaltbommel is nu juist buitenland voor de Scandinavische, Engelse, Finse, Franse, Belgische en Zwitserse kampeerders die hier op uitnodiging van de Nederlandse Kanobond hun zucht naar avonturen zitten te bevredigen. Er doen ook een 20-tal Hollandse jongens en meisjes. Als allen reisvaardig zijn, vertrekt de karavaan stroomafwaarts en dan dwars door het Hollandse waterlandschap. Elk jaar wordt er een internationale kanotocht gehouden in een ander land. Nu is Nederland aan de beurt. De deviezenmoeilijkheden zijn heel eenvoudig opgelost. De deelnemers storten thuis een bedrag op de bank en nemen hier een overeenkomstig bedrag op bij de Hollandse sportvrienden. Die kunnen dan te zijner tijd hun tegoed in het buitenland gaan verteren. 7 dagen duurt de tocht. Als het weer niet te zeer tegenwerkt, en dat moet wel heel erg zijn, willen de mensen van het water jagen, hoopt men op de laatste dag het einddoel Amsterdam te bereiken.